Goedemorgen, u kijkt naar het weerbericht van Weerplaza, opgenomen op zaterdag 11 april. Ook vandaag wordt het weer een mooie zonnige dag, met alleen wat sluierwolken die voorbij trekken. Het blijft overal droog en de temperatuur ligt vanochtend zo tussen de 7 en de 12 graden, bij een zwakke tot matige wind uit het oosten. Vanmiddag stijgt de temperatuur tot boven de 20 graden op veel plaatsen. De maxima komen uit tussen 19 en 22 graden. Er waait nog steeds een oostenwind, maar in de loop van de middag kan aan zee wel een windje van zee opsteken en daardoor kan het frisser worden. Ook vanavond is dat nog het geval, die westenwind aan zee. De temperatuur ligt tussen de 14 en de 18 graden als de zon ondergaat en vannacht daalt het kwik naar 5 tot 10 graden. Morgen beginnen we opnieuw met flink wat zon en de temperatuur loopt snel op. Het wordt 17 graden aan zee en 24 graden in het binnenland. In de middag ontstaan er wel wat stapelwolken en vooral landinwaarts kunnen er een paar buien tot ontwikkeling komen. Onweer is dan niet geheel uitgesloten. Maandag en dinsdag is het een stuk frisser dankzij een noordenwind en wordt het uit 8 tot 10 graden. Vanaf woensdag gaat de temperatuur weer omhoog en krijgt de zon ook meer ruimte. Mijn naam is Raymond Klaassen voor Weerplaza. Nog een fijne dag.